Hallo allemaal en welkom terug. Het is maandag 11 mei 2020. Dit is dag 57 van de zombie-apocalypse. En vandaag wordt een hele spannende dag. Mijn naam is Vidioot. En ik ben een diehard fan. Een echte fanboy van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema. De allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Deze foto, die is nieuw voor mij. Leuke, vreselijk leuke foto. Er komt over het algemeen niet zoveel nieuws bij. Dat vind ik eigenlijk heel erg jammer. Want ik vind, kijk nou hoe ze eruit ziet. Als ik de gemeente van Amsterdam was, dan zou ik wat meer doen aan marketing. Weet je, brand Femke Halsema. Maar goed. Mevrouw de burgemeester, ik voel me niet zo lekker. Het is belachelijk vroeg. En ik kon niet slapen, want de katten maakten me wakker. Die hadden iets gevonden om mee te spelen. En dat leverde een hele hoop ellende op. En toen kon ik niet meer in slaap komen. Toen dacht ik, ik ga eruit. Er is wat positief nieuws. Dit is het nieuws van gisteren dan. En zoals je ziet, kijk, heel weinig ziekenhuisopnames. En heel weinig mensen overleden. Dus dat is heel positief. Deze getallen zijn volgens mij nog nooit zo laag geweest. Maar ja, er zijn wel 5400 Nederlanders dood. Weet u waarom die mensen dood zijn, mevrouw de burgemeester? Omdat carnaval moest doorgaan. Carnaval was heel belangrijk, dat moest doorgaan. En daar zijn we allemaal dolgelukkig mee. Daar plukken we nog dagelijks de vruchten van. Bij ons valt het relatief niet mee. Wij zitten een beetje in een soort middenmoot. Hier hebben we de lijst met besmettingen. En Nederland staat daar ergens van alle landen op de 18e, 20e plaats of zo. Dat is helemaal niet slecht. Dat is slecht. Want, weet je, 187 landen. Wij zitten in de top 18. Qua besmettingen. Het is gelukkig niet zo erg. Qua dodental. Als je kijkt naar de Verenigde Staten. United Kingdom. Italië. Spanje. Het is allemaal absoluut afschuwelijk. Zelfs in België is het een absolute ramp. En het neemt maar toe en het gaat maar door. Het is om depressief aan te worden. Maar ik zei het al, mevrouw de burgemeester, vandaag een hele spannende dag. En waarom is die dag zo spannend? Ik pak er heel even een glaasje sap bij. Oeh, dat is lekker. Ik ben helemaal gek geworden op dit spul. Het is een soort sap, maar met bijna geen suiker en dingen erin. Ik vind het lekker. Waarom is vandaag zo'n spannende dag? Maar vandaag gaan we beginnen met de versoepeling. Wat we gaan doen is, we gaan de BV Nederland gaan we langzaam opengooien. En dan gaan we gewoon een beetje kijken wat er gebeurt. En als er heel veel nieuwe besmettingen bij komen, weet je, als deze getallen gigantisch gaan stijgen, of ik denk zelfs als ze licht gaan stijgen, dat het al genoeg is. En dan gooien we de boel weer dicht. Dus wat we gaan doen is, het is een beetje, weet je, je hebt een soort mijnenveld, heb je buiten voor je deur. En daar stuur je gewoon een x aantal burgers in. En dan kijk je wat er gebeurt, weet je wel, hoeveel van die mensen ontploffen. En dan weet je ongeveer een beetje hoe je door dat mijnenveld heen moet. Ik maak me daar hele grote zorgen om. Ik denk dat het een heel slecht idee is om scholen en cafés en restaurants en kappers alles tegelijkertijd open te gooien. Als jij in een dorp woont, ja, dan valt dat allemaal wel mee. Daar is het best goed te doen om afstand van elkaar te houden. Weet je. Veel laagbouw, vrijstaande huizen. Een eigen garage voor je auto en noem het allemaal maar op. Maar wij wonen in Amsterdam en wij wonen hier heel dicht op elkaar. En hier zitten alle trams en bussen altijd bomvol. En alle cafés en restaurants zitten altijd bomvol. En alle supermarkten, et cetera. Alles is hier altijd bomvol. Dus is het allemaal tegelijkertijd opengegooid. Dat is volgens mij vragen om een probleem. En toen kwam ik dit tegen. En toen dacht ik, oh, daar had ik blijkbaar gelijk in. Dit is gisteren. Uitgaansleven Zuid-Korea weer op slot na tweede coronagolf. Zuid-Korea is een land waar men ervaring heeft met dit soort infectieziekten. Ze hebben SARS meegemaakt en later MERS. En in Zuid-Korea zijn ze heel goed in mensen testen. En dit soort lockdowns. Ze hebben dat vaker meegemaakt. In Zuid-Korea hebben ze voldoende mondkapjes. Die kunnen ze gewoon helemaal zelf maken. In Zuid-Korea hebben ze een voldoende testkit. En in Zuid-Korea weet de bevolking wat dit allemaal inhoudt. En wat deden ze daar? Nou ja, god, ze hadden heel weinig besmettingen nog maar. Al weken lang. Dus toen hebben ze gezegd, nou, we gooien het open. En dat ging meteen mis. Dus het hele uitgaansleven is weer dicht. Dus dat is fantastisch. Ditzelfde hebben we meegemaakt in China. Ook in China kwamen er op een gegeven moment geruime tijd geen nieuwe besmettingen bij. En toen zeiden ze, oké, we doen de bioscopen open. En binnen de kortste keer ging de hele boel weer op slot. In Taiwan en in Singapore hebben we soortgelijke verschijnselen gezien. Weet je, men gooide de deur op slot. En daarna ging het open. En kregen ze meteen weer besmettingen. Dus als dat in 4 landen gebeurt, dan kun je ervan uitgaan dat dat hier ook gaat gebeuren. En dat is zorgelijk. Let u op, mevrouw de burgemeester, want nu wordt het echt spannend. Helemaal onderin dit artikel staan wat dingen over scholen. Wow. Dit is het ministerie van Onderwijs van Zuid-Korea. Het ministerie van Onderwijs adviseert scholen op een flexibele manier afstand te bevorderen. Bijvoorbeeld door op verschillende tijden les te geven. Alle scholen zijn verplicht de temperatuur van leerlingen en personeel te meten. Iedereen moet mondmaskers dragen en gescheiden van elkaar zitten in de kantine. Schooltafels worden aangepast en dan de laatste. En de airco blijft uit. Ja? Waarom is die airco uit? Iemand, mevrouw de burgemeester? Nou, die airco is uit. Omdat dat een luchtcirculator is. En dat wil je niet. Je wil niet lucht gaan circuleren. Want als één iemand dan corona heeft en niet in zijn mouw hoest, dan heeft dat hele klaslokaal. Ja, dus alle airco moet uit en alle fucking ramen moeten open. Nou, dat gaan we hier in Amsterdam niet doen. Niet in het openbaar vervoer. En we gaan dat ook niet doen in scholen. En we gaan het ook niet doen in restaurants. Ja, dus we gaan lekker veel mensen bij elkaar proppen. Binnen in een hok. Met een airco en de ramen dicht. Zonder mondkapjes, et cetera. Het is absoluut waanzin. Staat er nog een stukje hier. En dit zijn ouders, weet je. Dat zijn die mensen die kinderen naar school moeten schoppen. Sommige ouders zijn sceptisch, meldt ABC News. Ik betwijfel of mijn kind langer dan 4 uur een masker kan dragen op school. Zelfs onder mijn begeleiding probeert mijn kind het masker af te doen, omdat hij het frustrerend vindt. Dat is een beetje het probleem, denk ik, met die scholen. Er waren voorspellingen, mevrouw de burgemeester, dat op 60% van alle scholen in Nederland we nu al weten dat een x-aantal leerkrachten tussen de 1 en de 3 niet zo komen opdagen. En dat is omdat ze zelf het risico niet aan willen voor zichzelf, voor hun eigen gezondheid. Of omdat ze dat risico niet willen nemen, omdat ze bang zijn dat ze kwetsbare familieleden gaan besmetten. En dat is een beetje het pakket waar wij in zitten. Wij hebben familieleden met luchtwegen, longaandoeningen. Dus als wij ons kind in die tram gaan stoppen en daarna in dat klaslokaal gaan stoppen, zonder airco, zonder mondkapje en zonder handschoenen, dan wordt het een zootje. En ons kind vindt in dit stadium, vindt zij, de instructies en de berichtgeving werd verwarrend. Dus papa moet thuiswerken tot en met 1 september. Oké, waarom moet ik dan naar school? Weet ik niet, schat. Dat komt omdat de overheid gestoord is. Papa, de oppervlakte van een tram is vele malen groter dan de oppervlakte van een klaslokaal. Waarom moet ik dan geen mondkapje dragen in het klaslokaal? Weet ik niet, schat. Ik denk dat dat komt omdat de overheid knettergek is. En zo kan ik doorgaan. Weet je, wie gaat al die tafels schoonmaken in dat klaslokaal? Want die moeten afgenomen worden met desinfecterend middel voor iedere les en na iedere les. Die scholen zijn nu al zo vies als de pest. Want de schoonmakers die kunnen het niet aan. En we gaan echt niet een vaste schoonmaker alle lokalen, alle tafels laten doen. Want dat is veel te veel werk. We gaan het ook al niet vragen aan die leerkrachten. Want die willen lesgeven. Die hebben geen zin om voortdurend dingen schoon te maken. Ik denk echt dat het een ramp wordt. En daarom wordt vandaag zo'n spannende dag. Hoeveel ouders doen vandaag hun kinderen naar school? En hoeveel leerkrachten komen opdagen op school? En zijn die scholen echt de hele dag open, 5 dagen in de week? En dan hoe lang blijven ze open? Dus hoe lang duurt het voordat we dit krijgen? En ik heb geen idee. We gaan een beetje de kat uit de boom kijken. Wij hebben het in de groep gegooid. En dat een beetje besproken met familie en vrienden. En wij trekken nu aan de bel. Het is nu maandenlang, zeg maar, vanaf dat Wuhan op slot gaat, de 3e week van januari, is het nu maandenlang shit geweest met onze overheid. Wij waren hier heel duidelijk niet op voorbereid. En vanaf het moment dat het begint in Wuhan, zie ik alleen maar mismanagement. En ik vind die scholen opengooien en die restaurants opengooien, vind ik ook mismanagement. Wij gaan geen risico's nemen met onze gezondheid. Of die van kwetsbare familieleden. Dus wij houden ons kind thuis en wij gaan niet het openbaar vervoer in. Daar beginnen we gewoon niet aan. Dat doen we niet. Wij gaan gewoon lekker verder met shelter in place. Wij gaan verder met zelfisolatie. Wij kijken de kat uit de boom. En wij gaan even rustig wachten tot dit gebeurt. Maar dan in Amsterdam of in een andere stad, et cetera. Want dingen opengooien, terwijl er nog steeds, vergist u zich niet, een kleine 7000 mensen per dag aan het overlijden zijn. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Ik wil testkits. Ja, laat me zien wanneer je alle leerlingen kan testen. Iedereen die in het OV stapt kan testen. En dan ga ik gewoon met het OV. Want ik weet dat iedereen die erin zit getest is. Ja? En dan gaat mijn kind gewoon naar school. Want ik weet dat iedereen die in dat schoolgebouw zit getest is. Dat is nu beslist niet het geval. En ik begin daar gewoon niet aan. Mevrouw de burgemeester, u heeft zelf kinderen. Burgemeester Halsema, die is net zo oud als ik. En die heeft 2 kinderen. Die zijn min of meer dezelfde leeftijd als onze dochter. Ik weet niet hoe dat bij u thuis gaat. Maar vanaf dat mijn dochter naar school gaat, word ik ieder jaar ziek. Dat kind wordt ziek op school, want die kinderen steken elkaar allemaal aan. En dan vervolgens steekt ze mij aan. En zij is beter met 1 dag, maar ik niet. Ik ben een week hondsberoerd. De laatste keer dat dat gebeurde is nog niet eens zo heel lang geleden. Ze stak me aan ergens voor de kerst. Vlak voordat de kerstvakantie begon, 2019. En ik heb een waardeloze kerst gehad, want ik was gewoon 5 dagen ziek. En dat is gewoon een griep. En dat gebeurt ieder jaar. Gewoon altijd, ieder jaar. Soms wel 2 keer per jaar. Weet je, er heerst iets op die school. Kind krijgt het en daarna krijg ik het. Ik heb zelfs 2 keer luis gehad. Waarom? Kind kreeg het op school. Dus ik kreeg het. Dat gaat natuurlijk ook gebeuren met corona. Of in ieder geval, het kan gebeuren met corona. En het spijt me, maar ik zit daar gewoon niet op te wachten. Er zijn een hele hoop mensen in mijn familie afhankelijk van mij. En ik heb geen zin in een ene ziekte. Ik ben bang dat ik naar het ziekenhuis ga. En ik heb helemaal geen zin in het ziekenhuis. Sowieso niet. Ik heb ook helemaal geen zin om ziek te worden. Dus ik ben heel, heel, heel nieuwsgierig wat er gaat gebeuren. Wij blijven daar natuurlijk uitgebreid verslag van doen. Op dit razend populaire YouTube-kanaal. En ik adviseer iedereen, maak die overweging. Weet je, maak die overweging. Ja. Denk er even over na. Iets heerst op die school. Krijgen al die kinderen, ze worden allemaal ziek, ze krijgen allemaal de griep. En daarna krijgen alle ouders het. Dat gaat al jaren zo. Oké, het verspreidt zich net als de griep. En in dit geval, je hoeft niet te hoesten of te niezen of verkouden te zijn of koorts te hebben. Je kunt al mensen besmetten zonder dat je zelf symptomen hebt. Dus zelfs als je de temperatuur van kinderen zou meten, hè, dus gaan het klas elkaar in, je meet hun temperatuur, hebben ze geen koorts, maar ze kunnen dan wel corona bij zich dragen en wel anderen besmetten. Ik ben heel nieuwsgierig wat er gaat gebeuren. Morgen meer, of misschien zelfs in de loop van de dag al meer. Want ik ga het nieuws en de berichtgeving omtrent schoolverzuim en bezetting van scholen. En cafés en bussen en OV, et cetera. Ga ik allemaal nauwlettend in de gaten houden. En dan ga ik er een paar leuke video's over maken. Lieve mensen, dat was hem weer. Blijf allemaal gezond. Blijf zoveel mogelijk binnen. En in hemelsnaam, denk goed na. Voordat je een bus instapt. Denk goed na voordat je je kind naar school doet. Want ik heb steeds minder vertrouwen in onze overheid. Ik vind dat ze er een bende van hebben gemaakt. Lieve mensen, dank jullie wel. Tot de volgende keer.